guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is dinsdag en ik heb me aangekleed. Dat is wat ik aan heb. En mijn groep stond erop. En ik ga nu even foto's maken. En dan naar Hilversum en ik ga je zo vertellen waarom. Wij zijn in de auto onderweg naar Hilversum. En Sander rijdt. En het is eindelijk weer eens een keer een dagje zondag. Zo fijn. En we gaan vandaag iets heel bijzonders doen. Want, wacht. Het doet zo'n pijn aan mijn buikspieren als ik nies. Waarom? Van spierpijn. Van sporten. Sander, ik heb gisteren gesport en heb mijn spierpijn. In ieder geval, ik ga voor de KRO een programma filmen in Hilversum. Van een meisje die mij graag wilde ontmoeten. Dat was haar wens. Dus we gaan haar verrassen. Ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden. Als ik het hoor, zal ik het jullie uiteraard laten weten. En zij gaat vanmiddag met haar moeder ergens in Hilversum thee drinken na school. En dan als verrassing ga ik de drankjes serveren. Dus ik vind het wel spannend. Vind je het spannend? Ja. Het is wel awkward, want straks dan ben ik de drankjes en dan weet ze niet dat ik het ben. Want je verwacht dat natuurlijk niet. Nu ben je dus een fan van je? Ja. Nee, want dan kan je ook uitdenken, oh my god, wat lijkt jij ontzettend veel op Noor. Op Noor. Best bizar, Noor die was gevraagd door de KRO voor een bandsprogramma. Volgens mij is dat net al gezegd, maar ze is dus nu helemaal aan het klaarmaken. Zo lang. Nee, Noor, wat ga je doen? Dan ga je achter de bar werken. Eindelijk. It's a dream come true. Heb jij dan ooit ook een drankje thuis? Wat zou je het zijn? Heb jij dan ook ooit een drankje thuis? Denk het niet. Nou, Noor zit dus verstopt achter de bar en dat meisje en die moeder die komen nu binnen, stappen door de deur, maar die hebben dus geen idee dat Noor hier is. Zo tof. Kijk, dan komen ze naar binnen. Stiekem een stukje filmen, dat zijn ze. Zo tof. Zo spannend. Dat is de bestemming. Wij zijn weer onderweg naar Amsterdam. Olivia halen. So excited. Kijk eens wie er van de crash is. We gaan uiteraard niet zo rijden, mochten jullie je dat afvragen. We gaan uit eten. Lid wordt. Kaas is lid, Bibi. Kaas is lid. Zie je dat? Kaas is lid. Dan is het hier. Dan is het daar. Bibi. Proost. You're a cover girl. Het is vandaag donderdag. Woensdag! Waarom ben ik zo slecht met dagen? Het is woensdag. En Olly is op de crash. En wij gaan boodschappen doen. Heel interessant. Gaan jullie mee? Gaan jullie gezellig mee boodschappen doen? Naar de Albert Heijn XL. Op de vorige vlog hadden mensen gecomment dat die chocochips die ik bij Pathé haal, ja, die, blijven we dan die ook bij de Albert Heijn XL kan halen. So that's what we will do. Uiteraard heb ik weer eens geen make-up op. My apologies.
En ja, let's go. Olivia komt van de crash. Ja, uit. Ga je jas uit doen? Sjaal uit. Ga maar mama. Jasje uit. Zo, wat gaan we doen? Wij gaan zingen. Zingen. Gaan wij zingen? Ga je springen? Ja. Oké, laat maar zien. 1, 2. Er is een bepaald plekje in huis waar je dan wil springen. Dat is daar. Dit is haar springplek. Ja. Oh, je gaat fietsen eerst. Oké, Olivia heeft net met de camera gespeeld. Dus ik hoop niet dat er beelden zijn gegaan. Deze perfecte huismoeder is soep aan het maken. Voor Bibi en Olivia. Ja, goed zo. En Sander slaapt de komende twee nachten in de studio. Dus die is niet thuis. So it's girls only. En ik heb iets heel leuks te vertellen. Echt iets heel leuks te vertellen. Namelijk, jij weet het al wat het is. Dat heb ik namelijk nog niet op de vlog verteld. En it's very exciting. Maar Bibi en ik gaan volgende week dinsdag. Is het dinsdag? Ja. Regent het? Ja. Volgende week dinsdag gaan wij een cover schieten. Samen dus. That's very cool. Maar ik ga jullie, als het zover is, dinsdag ga ik natuurlijk vloggen. En alles vertellen. Welke cover en voor wat en waarover. De cover komt in maart uit, hè? Dus best wel snel ook al. Ja. Ja. So that's very exciting. En ja, ga lekker eten. En chillen. Ik moet echt opruimen. Vanavond ook. Olly slaapt. Ja. Zo'n pende weer boven. Echt ongelooflijk. Ik ga even spullen voor United Wardrobe, denk ik, apart houden. En dat soort dingen. Ken jij HelloFresh? Ja. Dat gaan we uitproberen volgende week. Ja? Ja? Ja. Oh, leuk. Als het goed is, krijg ik dat zaterdag. Ik ben benieuwd. Ja, het is echt leuk. Oké. Nou, dan ben ik er. Ja. In de avond? Zaterdag is de party. Nee, we gaan het volgende week gewoon de hele week uitproberen. Leuk. Dus ben benieuwd. Hey guys, het is alweer best wel laat. En ik heb tv gekeken met Bibi. Ik ga nu even snel nog een beetje opruimen hier. En dan ga ik lekker slapen. Morgen is donderdag. En het hagelt trouwens buiten nu. Echt super raar. Maar goed, ik ga mijn gezicht wassen en lekker naar bed. Ik zie je morgenochtend. Goedemorgen, het is donderdag. En daar is Olivia. Goedemorgen. Ochtendslaap. Zullen we naar school? Ochtendslaap. Ga je mee naar school? Ochtendslaap. Echt waar? Kom, gaan we lekker naar school. Ochtendjas. Ochtendjas? Ja. Wat is er met je ochtendjas? Ochtendslaap. Was zoek ook. Zal mama je tillen? Ja. Oké. Oké, ik heb Olivia naar de crash gebracht en ik ga me opmaken. Ik zit even te denken of er iets veranderd is in mijn make-up routine. Wat interessant is om te laten zien. Volgens mij niet echt iets. Het is echt deze week. We hebben natuurlijk ook zaterdag die party, maar ik weet niet wat het is. Of iedereen weer wakker is of zo, maar het is echt de storm aan e-mails. Deze week is gewoon echt another level. Ik zit te twijfelen of ik Milani op zal doen of Luminous Silk foundation. De kleur die ik draag is 4,5. Ja, het is echt gewoon zo'n beetje. Ik heb dus net denk ik 50 e-mails gedaan en nou ja, dat je gewoon echt het gevoel hebt dat je niet eens een derde van je e-mails hebt gedaan. Een derde, niet eens een tiende. Dus ik ga eventjes nu lunchen met Stephanie en Kay. En dan weer terug naar huis. Ik heb weer een nieuwe Real Techniques foundation brush. Dus dat is fijn. Want die oude, die was echt aan vervanging toe. Ik slik dus sinds een week. Zeg ik dat goed? Nee, 2 weken. Biotine pillen. En dat is voor je huid en je haar en je nagels en zo. En ik ben het eigenlijk gaan slikken omdat mijn haar afbreekt door al te verven. Maar ik moet zeggen dat ik het idee heb dat mijn huid er dus ook veel beter van wordt. Ik weet niet of dat klopt. Maar ik heb echt weinig oneffenheden op het moment.
Dus dat is fijn. Ja. Voor de rest, ik ben dus alleen thuis. Vandaag is Olly dus normaal met oppas op donderdag. Maar die, haar hondje was niet lekker. Daar had het heel slecht mee, dus die had last minute afgezegd. Dus toen heb ik Olivia naar de crèche gebracht. Zo. Ik weet niet wat mijn camera doet, maar ik ben dus echt bruin. Want ik heb gisteren een spraytan gedaan. En mijn camera die maakt me dus alsnog gewoon rood. Ik weet niet, het lijkt of die roodtint heel erg aanzit ofzo. Het kan ook zijn dat Olivia iets aan de instellingen veranderd heeft. Want die heeft gisteren echt alle knopjes ingedrukt. Dat zou kunnen. Ja. Dus ik gebruik nog steeds dit Huda Beauty Palette. Het is de Desert Dusk Palette. Kijk, hij is wel echt heavy gebruikt. Zo, als jullie zien. Ik heb wel echt een aantal favorites waar ik niet echt van af kan. Namelijk mijn all time forever favorite lippenstift is Velvet Teddy van MAC. Dat is gewoon, ja. Ik denk niet dat er ooit nog iets tussen gaat komen. En dit palet is ook echt wel een favorite aan het worden. En mijn favoriete mascara is ook al best wel lang deze, die Paradise. Dat heb ik heel lang geleden een keer een soort van tutorial van laten zien. Van L'Oreal. Die is echt heel goed. Dus ja, ik ga even snel make-up op mijn gezicht doen. En naar de lunch. En ik denk ook even foto's maken tijdens de lunch. Zodat ik alvast een foto heb voor vandaag om te uploaden. En even denken of ik verder nog iets boeiends ga doen. Morgen is er een dag van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Vrouwen. Zo'n Women Empowerment Event. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ga ik allemaal leuke mensen spreken en zo. Daar ga ik morgen heen. Morgen moet ik ook helaas weer sporten. Daar heb ik precies geen zin in. En dit is ook echt de beste eyeliner. Hij is zo duur, ik weet het. Maar ik spendeer het gewoon elke keer wel. Want hij gaat ook echt lang mee van Tom Ford. Het is de Eye Defining Pen. En ja, ik koop hem dus zelf wel elke keer. Gewoon omdat mijn eyeliner er zo goed door zit. Maar ook omdat de meeste eyeliners drogen best wel snel uit. Maar deze dus niet. Deze gaat echt wel een aantal maanden mee. En ik draag natuurlijk altijd een wing. Dus mocht je extra geld willen uitgeven aan een eyeliner, dat moet je ook alleen doen als je gewoon net als ik echt altijd een wing eyeliner draagt. En echt zo pietje precies bent. En dus het ervoor over hebt om het te investeren. Want als je het af en toe voor de lol doet, kan je natuurlijk elke eyeliner gebruiken. Maar ja, ik moet zeggen dat ik het wel echt ook een dure eyeliner vind. Echt duur. Maar toch koop ik hem elke keer weer. Dus dat is een goed teken. Ik ben aangekomen in de Breakfast Club en ik ga lekker lunchen met Kay. En en we gaan buiten zitten, want we willen een foto maken. Maar het is niet zo heel koud. En de zon schijnt. Het is scheef. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Ik heb wel echt een hele dikke jas bij me. En ik ben zwanger, ik heb ook vliegers. Ja, voor jou maakt het sowieso niet uit. Hey guys, ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd. Want ik had mijn camera in de tas bij Kay eerst gedaan. Toen heeft Kay hem aan Sanne gegeven. En toen had Sanne hem in haar tas. Dus ik had geen vlogcamera tot nu. Het is nu vrijdagmiddag. En ik ben thuis. En ik ben eindelijk aan het doen. Voelt me echt raar. Wat ik had gezegd dat ik ging doen. Namelijk mijn kast leegruimen. Hier zijn al 1, 2, 3, 4, 5 vuilniszakken. Het is echt een bende, I know. Want ik ben alles aan het uitzoeken. Ik heb alleen dit al gedaan. Dit zijn alle t-shirts die ik hou. Deze was hier bij Chloe. Deze, Stella McCartney. Mijn In-N-Out shirt. Tommy shirt. Oh. Tommy shirt. Dit Saint Laurent shirt. Oh, oh my god. Dit Balenciaga shirt.
en dit Coca-Cola shirt. That's it. En de rest is weg. En dit zijn ook de enige rokjes die ik heb gehouden. De rest is ook weg. En nou, dat ga ik dus met de hele kast doen. En ik doe dit niet omdat ik heel weinig kleding per se wil hebben. Ik wil wel weinig kleding hebben. Ik wil niet heel veel kleding hebben. Het mag wel meer dan wat ik nu ga overhouden. Maar ik wil dus gewoon echt dingen waar ik echt heel blij van word. En die ik echt ga dragen. En anders niet. Die zeg maar lekker zitten en nou ja, et cetera, et cetera. En de rest ga ik gewoon of doneren. Of verkopen op United Wardrobe. Als ik denk dat jullie het nog leuk vinden. Dus dat wilde ik even zeggen. Dus ga niet zeggen als ik kleding koop. Want dat ga ik uiteraard nog steeds heel veel doen. Je wilt toch geen kleding hebben. Want ik wil op zich wel kleding hebben. Alleen ik heb gewoon zoveel bewaard wat ik gewoon niet draag. En dat moet ik gewoon niet doen. Dus een fresh start. Ik wil gewoon niet te veel hebben zoals wat ik nu had. Dus ik ga gewoon verder. Maar ik ga gewoon beter nadenken voordat ik iets koop. En als ik dingen koop online en ik twijfel, gewoon terugsturen. Gewoon even 10 keer nadenken voordat ik dingen koop. Dus dat wilde ik zeggen. En ik ga de vlog afsluiten, want het is vrijdag. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hieronder. En dan zie ik jullie woensdag weer.